Goedemorgen allemaal. Het zal vandaag een boodschap zijn op een bijbelstudieachtige manier. Het gaat vandaag over de doop. Wat zegt de Bijbel over de doop? En ik weet dat enorm veel mensen, ook in deze gemeente, het niet echt helder hebben wat de Bijbel over de doop zegt. En de doop is wel een enorm belangrijk iets, punt, ding, zeg maar. Dat is niet zomaar iets. En het gaat enorm vaak mis met de doop. Vooral als je uit de traditionele kerk komt, waar helemaal niks mis mee is. Maar ik ga heel helder noemen wat ik in de Bijbel heb gevonden over de doop. En ik geloof dat het helderheid zal brengen. En de doop is niet zomaar iets. Heel veel mensen denken, het doet er niet zoveel toe. Het is gewoon een zegeltje of een tekentje of een ditje of datje. Als je maar gelooft. Maar er zit veel meer in de doop dan wij denken. En ik wil beginnen in het begin van de Bijbel, in Genesis. En ik wil eigenlijk bij het begin beginnen, waar denk ik het ook haast overal misgaat. Want als jij in een traditionele kerk, als dat jouw achtergrond is. En voor de helderheid, ook als iemand dit naluistert op video, ik heb niks tegen traditionele kerken, maar zij zien de doop anders dan wij hem hier zien. En er is veel verwarring over, maar ik vind het belangrijk dat we het gewoon vanuit de Bijbel gaan kijken wat de Bijbel erover zegt. Dan gaat het mis met het doopformulier. Ik weet niet als heel veel mensen hier zijn die het doopformulier een beetje uit het hoofd kennen, maar dan begint het al met zoals de kinderen bij Abraham besneden werden, zo werden onze kinderen gedoopt. Of niet? Zo staat er vaak in. Nou, ten eerste werden alle kinderen bij Abraham besneden. Alle kinderen, jongetjes en meisjes, of waren het alleen de jongetjes? Het waren alleen de jongetjes. Dus dat gaat al niet helemaal op, zeg maar. Dan zouden wij, als wij het één op één zouden overnemen, dan zouden we alleen de jongetjes kunnen dopen. De meisjes dus niet. Als we tenminste bij de Bijbel willen blijven. Nou ja, hier begint er al een klein dingetje, zeg maar. Ik begin in Genesis 12. En daar staat bij mij boven de roeping van Abraham, vanaf vers 1. Daar staat, de Heere nu zei tegen Abraham, gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat ik u wijzen zal. Dus God komt en die spreekt Abraham aan en die zegt, joh, je zit hier verkeerd, ik heb een ander plan met jouw leven, jij moet hier weg. En ik zal je daar naartoe brengen, ik zal je de weg wijzen. Dan staat er in vers 2, ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken en u zult tot een zegen zijn. Dus hier komt de belofte aan Abraham dat hij een vader zal zijn van een groot volk, van grote volken. En in vers 3, ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En dat is op zich een hele bijzondere bijbeltekst, maar die is wel echt waar. Want er staat, ik zal zegenen wie u zegenen. Abraham is eigenlijk de aartsvader van het volk Israël. En eigenlijk zegt God hier, wie Israël zegent zal ik zegenen. En ik weet niet of er mensen een beetje thuis zijn in de Bijbel, en in de, wat er momenteel in de wereld gebeurt van alles en nog wat. Maar wie Israël zegent, die wordt gezegend. En dat zien we ook gewoon. Maar wie Israël vervloekt, heeft een probleem. Dus we zien ook dat die Bijbel waar is. Dit is gewoon een profetie. Wij zitten in tijden, wij zien die is waar. Dus de Bijbel is waar. En dan gaat het verder in het tweede gedeelte van die tekst. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En hier gaat het mis. Hier staat dus, ik vat het een beetje samen. God zegt tegen Abraham, ik roep jou, ik ga jou naar een andere plek brengen, naar het land Kanaan. Dit is niet jouw plek, ik breng je naar het land Kanaan. Jij zal vader worden van een heel volk, van het volk Israël. En dat zal hun land zijn. En dan zegt God, joh, wie aan jou komt, daar kom ik aan. Wie jou zegent, die zal ik zegenen. Hè? Dus God zegt, ik ben met jou, ik ga met je mee. En dan staat er in het laatste gedeelte van dit vers, daar staat, en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En dit gaat natuurlijk niet meer alleen over het volk Israël, maar hier gaat de zegen naar ons.
Straks gaan we de Galaten lezen in de Bijbel. Naar de Galaten, naar de Efeziërs. Naar alles en iedereen wie geen Jood is. Wie niet uit het volk Israël komt. Hier gaat de zegen verder. Alleen wat is het probleem in heel veel traditionele kerken? Daar hebben ze die zegen. Want we gaan zo dadelijk lezen dat God een verbond met Abraham heeft gesloten. Dan gaan zij dat verbond op zichzelf toe-eigenen. Dat God zegt, ik ben jouw vader. Dat God als vader zegt, jongens, als jullie je laten besnijden. Nou, we gaan het gewoon eerst lezen. Makkelijker. Dan gaan we naar Genesis 17. Ja, misschien is het ook makkelijk dat we in twee gedeelten. We gaan eerst de landsbelofte. God belooft gewoon, jullie krijgen het land Kanaan en ik ga met jullie mee. Nou, dan lezen we in Genesis 17, vanaf vers 7. Daar zegt God, ik zal mijn verbond maken tussen mij, u, dus Abraham, en uw nageslacht, na u. Al hun generaties door, tot een eeuwig verbond, om voor u tot een God te zijn, en voor uw nageslacht na u. Ik zal aan u en uw nageslacht na u, het land waar u vreemdeling bent, heel het land Kanaan als eeuwig bezit geven. Ik zal hun tot een God zijn. Dus God die belooft hier aan Abraham, ik zal jullie God zijn, ik geef jullie het land Kanaan en ik zal altijd jullie God zijn, tot in eeuwigheid. Dat zal altijd zijn. Ik maak een verbond met jullie. Ik kan het niet weer breken. Dat is gewoon wat ik vanaf mijn kant tegen jullie zeg en dat staat. Maar hij zegt het hier heel duidelijk tegen het volk Israël, of niet? Hij zegt het hier niet tegen Galaten, Efeziërs, Friese Veenders, weet ik van wat, tegen andere mensen. Hij zegt het hier letterlijk tegen Abraham en zijn volk, en het volk Israël. Nou, er staat dus in het laatste vers, vers 8, ik zal aan u en uw nageslacht na u, het land waar u vreemdeling bent, heel het land Kanaan als eeuwig bezit geven, ik zal hen tot een God zijn. Nou, en in vers 7 had hij gezegd, ik zal mijn verbond maken tussen u en uw nageslacht en mij. Dus hier staat duidelijk, ik maak een verbond waarop mijn belofte is dat je het land Kanaan jullie land zal zijn. Dat is het land waar ze nu zijn. En dat het tot in eeuwigheid zal zijn. Dat is gewoon voor jullie. En dan gaat hij beschrijven, als we een bladzij in mijn Bijbel omslaan, vers 9. Daar staat boven instelling van de besnijdenis. Dan staat er, verder zei God tegen Abraham, en wat u betreft, u moet mijn verbond in acht nemen. Dus hij gaat hier nu verder met het verbond. En dan zegt hij, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door, dat is het volk Israël, dit is mijn verbond dat u moet houden tussen mij en u en uw nageslacht na u. Al wie mannelijk is, hier zien we dat dus, bij u moet besneden worden. U moet het vlees van uw voorhoofd laten besnijden. Dat zal een teken zijn van het verbond tussen mij en u. En elk kind bij u van 8 dagen oud, al wie mannelijk is, moet besneden worden. Al uw generaties door, degene die in uw huis geboren is en degene die in, nou ja, dan gaat het verder. Maar hier staat dus heel duidelijk, God zegt, Abraham, jij zult de vader worden van een groot volk, van het volk Israël. Ik breng je naar het land Kanaan en ik doe dit 1000% zeker. En daarom sluit ik een verbond met jou, ik kan het nooit weer verbreken, ik doe het altijd. En jij moet vanaf jouw kant het verbond met mij respecteren en laten zien dat je met mij dat verbond aangaat. En al jouw generaties door. En daarom moeten jullie je laten besnijden. Dus waar is die besnijdenis om? Waar gaat het om? Dat is alleen maar een verbond wat beklonken wordt van beide kanten. Dat Abraham de aartsvader zal zijn van een groot volk Israël. En verder niks. En het land Kanaan hoort bij jullie. Dat is van jullie. Of niet? Dit gaat niet over kinderen dopen. Dit gaat niet over andere volken. God zegt gewoon, ik maak met jou een afspraak. Dat is het land Kanaan is voor jullie. Alle generaties door, dat is gewoon voor jullie. Punt. Nou, en omdat we dit ik sluit een verbond met jou hierover, dat je zeker weet dat het zo is, gaan we dat doen. Nou, verder is het niks, hè. Dus eigenlijk, als wij ons gek gezegd gaan besnijden, dan zeggen we eigenlijk dat we een Jood zijn, of niet? Dus eigenlijk, als wij zeggen, hé, die doop is in de plek voor de besnijdenis, dus ik laat mijn kindje dopen, dan zeggen we eigenlijk, ik ben een Jood, of mijn kind is een Jood. Dat is gewoon, meer staat er niet over in de Bijbel. Nou, waar komt het nou vandaan dat in heel veel traditionele kerken wordt gezegd, nee, maar dat geldt wel voor ons.
Dat verbond is ook voor ons. Nou, dat komt vandaan. Dan ga ik weer even terug naar Genesis 12. Ja, in het begin is het een beetje een Bijbelstudie. En dan zegt de Heer in vers 3. Ik zal zegenen wie u zegenen. En wie u vervloekt zal ik vervloeken. Die hebben we net gehad. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Hierzo gaat het dat traditionele kerken, wie de kinderdoop hebben, hier gaat het mis. Bij dit gedeelte, maar wij zullen ook gezegend worden. Wij zullen ook gezegend worden. Staat er, nu zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Nou, we lezen nog een tekst uit Genesis 17, vanaf vers 4, daar staat weer eigenlijk als het ware hetzelfde, het wordt iedere keer herhaald. Wat mij betreft, zegt God, zie, mijn verbond is met u. U zult vader worden van een menigte van volken. U zult niet meer Abram heten, maar uw naam zal Abraham zijn. Want ik zal u vader maken van een menigte van volken. Ik zal u uitermate vruchtbaar maken. Ik zal u tot volken maken. En er zullen koningen uit u voorkomen. Nou, hier staat inderdaad dat dus heel veel volkeren op de wereld toch eigenlijk ergens, dat Abraham daar toch ergens een vader van gaat worden, of niet? Dat staat hier wel. Nou, dat klopt. Hier staat ergens dus dat de volkeren, wij, de geloof, ik noem ons heidenen, dat de heidenen toch Abraham als vader heel ver weg kunnen gaan krijgen. Hier staat het letterlijk. U zult niet meer Abraham meten, maar uw naam zal Abraham zijn. Want ik zal uw vader maken van een menigte volken. Ik zal u uitermate vrucht maken. Ik zal u tot volken maken en zal een koning uit u voorkomen. Nou, dat zijn twee verschillende dingen. Dus we hadden net, God heeft een verbond gesloten met Abraham. Het land Kanaan is voor jou. Alle generaties door totdat ik weer kom. En als teken daarvan laat je je besnijden. Dat is de besnijdenis. Punt. Meer is die besnijdenis niet. Iets anders is het ook gewoon niet. Dat is het. Nou, dat parkeren we hier. Dan zegt God hier aan deze kant. Toch zal ik jouw vader maken van een menigte van volken. Dat gaat over ons. Dat zijn de heidenvolken. Mensen die niet geloofden in Jezus. Of die niet gered waren. Of die niet bij het volk Israël horen. Iedereen die geen Jood was, wie op de wereld geboren is, hoort daarbij. Nou, en dan zegt God, ik zal jou ook vader over die mensen maken. Maar, dat is niet rechtstreeks, dat kan alleen door de Heer Jezus. We gaan een tekst lezen uit Galaten 3, waar Paulus dit aanhaalt. Vanaf vers 6. En daar staat, zoals Abraham God geloofde en het hem tot gerechtigheid werd gerekend, begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. Hier staat iets. Als wij dus bij die menigte van volken willen komen, dat Abraham onze vader is, zeg maar dat wij bij Jezus gaan horen, bij God gaan horen. Dan staat hier, begrijp dan toch dat zij. Kijk, Paulus zegt dit tegen de Galaten. De Galaten zijn precies hetzelfde als wij. Dat zijn mensen die tot geloof zijn gekomen uit de heidenvolken. En dan staat hier, zoals Abraham God geloofde en het hem tot gerechtigheid werd gerekend. Begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. Dus als jij tot geloof bent gekomen, dan ben jij daar ook bij gekomen. En de schrift, de Bijbel, die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen. Hier staat dus ook duidelijk. God die wist het al lang in Genesis, daarom heeft hij ze opgeschreven. Daarom heeft hij gezegd, je zal een vader worden over een menigte van volken. God wist het al lang, die zegt. En de schrift die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan Abraham het evangelie. In u zullen al de volken gezegend worden.
God wist al lang, ik ga hem een Messias geven. Jezus, de redder. En iedereen die in hem gelooft, die zal gered worden. Die zal rechtvaardig worden en die zal daarbij gaan horen. Dus, en de schrift die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan Abraham het evangelie. In u zullen al de volken gezegend worden. Nou, die tekst hebben we net letterlijk gelezen in Genesis. Dus God bedoelt hier heel duidelijk, alleen door het geloof kan je daarbij komen. Daarom worden zij die uit het geloof zijn, gezegend samen met de gelovige Abraham. Dus, opnieuw die laatste tekst, vers 9. Daarom worden zij die uit het geloof zijn, gezegend met de gelovige Abraham. Dus hier zie je heel duidelijk, hoe kunnen wij bij dat apart gezette volk bijkomen, zeg maar? Alleen maar door geloof in de Heer Jezus, of niet? De Bijbel is hier heel duidelijk. Dus, nu ga ik even terug weer naar die doop in plaats van die besnijdenis. Stel dat het zo zou zijn, dat die doop in plaats van die besnijdenis was. Stel dat het zo werkelijk zou zijn. Wanneer kun je je dan laten dopen, besnijden? Kun je daar, wij als heidenvolken, kunnen wij ons dan al laten kinderdopen, zeg maar, besnijden? Want we zeggen dat daar in de plaats voor is gekomen. Als we nog niet geloven in de Heer Jezus? Nee, dat kan nog niet. Want er staat hier heel duidelijk. En de schrift die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan Abraham het evangelie. In u zullen al de volken gezegend worden. Daarom worden zij die uit het geloof zijn gezegend met de gelovige Abraham. Dus gek gezegd, een klein babytje, een kindje, kan die al tot geloof zijn gekomen in de Heer Jezus? Nee. Dus kan zo'n kindje, die wat zelf nog geen keus kan maken, dan, wat betekent dan die doop? Snap wat ik bedoel? Hoe kan een kindje zich laten dopen als hij daar, nou geloof ik dat alle kinderen van 2, 3, weet ik van waar, daarbij horen in eerste instantie. En Jezus. Maar hoe kan een kind die wat zelf niet die keus kan maken, al bij Jezus horen in die zin? Kunnen wij mij volgen? Hier zie je dus, of die doop betekent bij de kinderdoop wat anders. Want als wij kijken wat de doop betekent, we gaan onder in het water, ik laat mijn oude leven daar en ik sta op in een nieuw leven. En mijn oude ik is dood. En ik sta op in een nieuw leven en ik ben gered, zegt de Bijbel. Ik ben een nieuwe schepping, een nieuwe mens geworden. Dat is wat de Bijbel erover zegt. Kan een babytje, kan die dat doen? Dat kan niet. En je kan alleen maar daarbij komen als jij dus gelooft. En nu gaan we nog een slagje verder. Want Paulus wordt boos tegen de Galaten in Galaten 5. Nou wordt Paulus enorm boos. Want er staat vanaf vers 1. En dan heb ik mijn Bijbelstudie bijna gehad, zeg maar. Ter inleiding. Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. Hij is boos tegen de Galaten. De Galaten, die zijn tot geloof gekomen, net als ons. Ze hebben zich laten dopen. Ze zijn compleet veranderd. Ze hebben gezegd, mijn oude leven is dood. Dat leeft niet meer voor God. En ik ben op gaan staan in een nieuw leven. En daaruit leef ik. En dan komt Paulus hier en die zegt tegen de Galaten, die is boos. Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. Zie, ik, Paulus, zeg u dat als u zich laat besnijden, Christus u van geen nut zal zijn. Dus wat is er aan de hand met de Galaten? De Galaten, die komen in verwarring en zij laten zich besnijden. Zie je dat? Dat is precies hetzelfde. Want de kindjes werden met 8 dagen besneden bij de jongetjes werden met 8 dagen besneden bij de Joden. Dat is precies hetzelfde dan als wij hier de kinderdoop invoeren. Want dat zeggen wij ook, zoals daar de kinderen besneden werden, zo laten wij onze kinderen dopen. Nou, Paulus wordt hier woest tegen de Galaten, want hij zegt hier, vers 2, zie, ik, Paulus, zeg u dat, als u zich laat besnijden, als u zich laat dopen, Christus u van geen nut zal zijn. Dan heeft dus het bloed van Jezus geen waarde. En nogmaals betuig ik aan een ieder mens
die zich laat besnijden of dopen. Dat hij verplicht is de hele wet te onderhouden. Dus op het moment dat wij ons laten besnijden, ons kind laten dopen, en we gaan het helemaal bijbeltechnisch bekijken, dan stellen wij, zeggen we eigenlijk, ik ben een Jood en ik val onder de wet van de Joden, onder de 10 geboden. En niemand kan eraan voldoen, aan die 10 geboden. Dan staat hier dus, en nogmaals betuig ik vers 3, aan ieder mens die zich laat besnijden of dopen, dat hij verplicht is de hele wet te onderhouden. U bent van Christus losgeraakt. U die door de wet gerechtvaardigd wil worden, en daarmee bent u uit de genade gevallen. Want wij verwachten door de geest, uit het geloof, de gerechtigheid waarop wij hopen. Dus Paulus zegt eigenlijk dit. Als jij jou laat besnijden, dan zeg je eigenlijk, ik ben een Jood, ik val onder de Joodse wet, onder de Joodse traditie en ik ga onder die wet leven. Maar dan heeft Jezus geen nut, want wij weten, wij komen tekort aan de wet. Ieder mens, als we de wet zien, verloren. Verloren, verloren, voor eeuwig verloren. En hij zegt hier, jongen, als jij je laat besnijden, dan zeg je eigenlijk, ik ga onder de wet. Dat is wat we zeggen in de geestelijke wereld. En dan heeft Jezus geen nut. Dan is het bloed van geen waarde voor jouw leven. En dan heb je een probleem met God. Dus die besnijdenis, kinderdoop, heeft veel meer betekenis dan wij maar denken. Is geen grapje, zeg maar. Het is geen grapje. Nou ben ik heel dankbaar en ik prijs de Heer dat hij in de Bijbel heeft staan dat de zonden die wij in ons onwetendheid gedaan hebben, dat we daar geen straf voor ontvangen. Nou drijf ik misschien te ver door. Maar die kinderdoop is geen grapje. Je stelt je onder de wet. En daarom zijn er heel veel mensen die als kind gedoopt zijn en niet in geloofsgedoopt zijn, dat zij een bepaalde verblinding hebben. Dat ze dingen niet zien die heel veel andere mensen wel zien in de Bijbel. En dan ga ik nou allemaal er niet bij halen, maar dat is 2 Korinther 3. Bijbelstudie thuis, kun je gewoon gaan lezen. Staat het heel helder als we onder die wet gaan. Nou, dan ga ik nog een stukje verder. Want ik heel vaak krijg te horen van de mensen, ja, maar er werden toch in de Bijbel toch ook allemaal gezinnen gedoopt. Hè? Daar waren kinderen bij. Er waren kinderen bij. Nou, ik denk, laten we eens gaan kijken. In Handelingen 16, dat is het eerste die ik altijd om de oren krijg. Dus laat maar eens gaan kijken wat daar staat. In Handelingen 16 gaat het over de gevangenisbewaarder. Andere vertaling staat stokbewaarder. Weer een andere vertaling staat cipier. Bij mijn herziene statenvertaling staat cipier. Maar in ieder geval Paulus met zijn goede vriend opgesloten in de gevangenis. En dan zingen zij God de lof. En dan breekt alles kapot. En alles gaat los. En iedereen kan ontsnappen. En dan komt die cipier, die man, die stokbewaarder of die gevangenisbewaarder. En die denkt, iedereen is ontsnapt, ik heb een mega probleem. En dan wil hij eigenlijk zelfmoord plegen. En dan zegt Paulus, doe het niet, want we zijn allemaal hier nog. En dan ga ik lezen vanaf vers 28, een paar versen. Dan staat er, Paulus riep echter met luide stem tegen die stokbewaarder. Dus Handelingen 16 vanaf vers 28. Doe uzelf geen kwaad, want wij zijn allemaal hier. Niemand is ontsnapt. En toen hij om licht gevraagd had, sprong hij naar binnen en begon te beven. En hij viel voor Paulus en Silas neer. En hij bracht hen naar buiten en hij zei, Heren, wat moet ik doen om zalig te worden? Dit kan ook een vraag op dit moment in jouw leven zijn. Wat moet ik doen om zalig te worden? Ik denk dat het een vraag is die we allemaal in ons leven wel hebben gehad. Wat moet ik doen om zalig te worden? En dan staat er. En zij zeiden, geloof in de Heer Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten. En zij spraken het woord van de Heer tot hem en tot allen die in zijn huis waren. Dus daar is een ontmoeting geweest, hij is meegegaan naar hun huis. En ze hebben daar het evangelie van Jezus Christus, die de prijs betaalde van het kruis, verkondigd aan hen. En dan staat er in vers 33, en hij nam hen in het nachtelijke uur met zich mee en waste hun striemen. En hij werd onmiddellijk gedoopt en al de zijnen. Nou, dat is altijd de tekst die ik als eerste krijg te horen. Hij kwam tot geloof. Hij werd onmiddellijk gedoopt met al de zijnen, of niet? En dan mensen hebben ingevuld, daar zullen ook kinderen bij zijn geweest.
Alleen dan zeg ik altijd, je moet nog één vers verder lezen. En dan lezen we één vers verder en dan staat er in vers 34. En hij bracht hen in zijn huis. En hij richtte voor hen de tafel aan. En hij verheugde zich dat hij met al zijn huisgenoten tot geloof in God gekomen was. Dus inderdaad, hij werd gedoopt en heel zijn huisgezin. Maar hier staat sleutel, waarom? Omdat hij met al zijn huisgenoten tot geloof in God gekomen was. Hij en al zijn huisgenoten waren tot geloof gekomen. En dan kan je gedoopt worden. Zie je? Je vindt nergens in de Bijbel werkelijk dat er een kind gedoopt wordt. Als iemand dat vindt, dan mag hij daar een tijd bij mij komen. Dan gaan we samen de Bijbel bestuderen. Maar je vindt hem niet. En ik zeg niet dat hier geen kind bij was. Dat weet ik niet. Ik weet wel dat ze allen tot geloof waren gekomen. Staat hier letterlijk. Nou, als we in vers 14 beginnen, dat is vaak de tweede waar ze over beginnen. Dat is Lydia. Er staat er. En een zekere vrouw, van wie de naam Lydia was, een purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God diende, luisterde naar ons. En de Heer opende haar hart, zodat zij acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. En toen zij gedoopt was en haar huisgenoten, drong zij er bij ons op aan. Als u van oordeel bent dat ik trouw ben aan de Heer, kom dan in mijn huis en blijf er. En zij drong er sterk bij ons op aan. Dus wat gebeurde hier? Hier staat, Paulus en Silas kwamen bij haar thuis. Ze vertelden het evangelie. Zij kwam tot geloof. En dan staat er, en toen zij gedoopt was en al haar huisgenoten. Dus ook zij werd weer gedoopt en al haar huisgenoten, of niet? En hier heb je weer hetzelfde verhaal. Hier wordt weer heel vaak door mensen gezegd, kijk, maar hier ook weer al haar huisgenoten werden gedoopt. Nou, als we een stukje weer verder gaan, dan gaan we naar vers 40. En dan staat er in vers 40, dus je moet je voorstellen, Paulus en Silas, die komen bij die Lydia, die purperverkoopster. Ze vertellen naar het evangelie en haar huisgezin. Zij aanvaarden Jezus. Dat duurde geen weken of dagen of jaren waar ze mee bezig waren. Zij maakten een keuze in hun denken. Ik kies vandaag om Jezus te volgen. Zij maakten een keuze, ze kwamen tot geloof en zij werden gedoopt. Paulus en Silas gaan verder, ze worden opgepakt, ze komen in de gevangenis. Dan krijg je die geschiedenis die ik net vertelde over de stokbewaarder. Dan komen zij dus los uit de gevangenis, dan gaan ze weg. En dan denken ze, we gaan nog even afscheid nemen bij Lydia, de purperverkoopster. En dat is in vers 40. En dan komen ze daar en dan staat er. En nadat zij de gevangenis uitgegaan waren, gingen zij naar Lydia. En toen zij de broeders gezien hadden, bemoedigden zij hen en gingen de stad uit. Toen zij de broeders gezien hadden. Dus zij zijn bij Lydia gekomen, in Lydia's huis. En dan staat er, toen zij de broeders gezien hadden. Nou, in de Bijbel, wie waren daar de broeders? Dat waren mensen die tot geloof waren gekomen, of niet? Dat waren de broeders. En als iemand niet tot geloof was gekomen, werd hij niet een broeder genoemd. Dus, hier staat, en toen zij de broeders gezien hadden. Dus, dat hele huisgezin was ook tot geloof. Het hele huisgezin had Jezus aanvaard en was tot geloof gekomen. Nou, ik hoop dat je het allemaal een beetje kan volgen en dat je er mee kan komen. Dan gaan we een hele belangrijke persoon bekijken in Matthäus 3. Wie weet er wie er in Matthäus 3 werd gedoopt? De Heer Jezus zelf. Hier kunnen we het dus ook aan zien dat de besnijdenis niet hetzelfde is als de doop. Want de Heer Jezus wordt gedoopt hier in Matthäus 3. Maar is de Heer Jezus ook besneden? Op de achtste dag. Dus hij is op de achtste dag besneden en hij is na de tijd volwassen gedoopt. Dus ik lijkt mij niet dat het aan tweede precies dezelfde dingen zijn, zeg maar. Maar dan geloof ik niet dat de Heer Jezus het opnieuw had gedaan. Ik geloof niet dat het dan nodig was. Hij was een Jood. En daarom werd hij besneden. De belofte van het volk, van het land. Gewoon de traditie hoe het hoorde, hoe God het verbond had gemaakt. Punt. En op een gegeven moment heeft hij zich laten dopen. Nou, dan hebben we Matthäus 3. En dan staat daar, vanaf vers 13. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden. Maar Johannes wilde hem hiervan weerhouden. En hij zei,
Ik heb het nodig door u gedoopt te worden. En komt u naar mij? Maar Jezus antwoordde hem en zei, laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het hem toe. En toen ging hij Jezus dopen. Het is een heel wonderlijk gedeelte. In vers 14 staat, maar Johannes wilde hem hiervan weerhouden. En hij zei, ik heb het nodig door u gedoopt te worden. Johannes was een man die doopte, niet met de Heilige Geest, staat er een paar versen voor, maar die doopte de doop tot bekering en van overgave van zonden. De mensen die daar kwamen, de Joden die daar kwamen, zij kwamen en zij wisten, Johannes zei, ooit komt er een dag, dan ga je God ontmoeten en je hebt een probleem met God als je zonden in je leven hebt. Bekeer jou daarvan. En die mensen die zich daar letterlijk bekeren, die de keuze maakten, ja, ik bekeer mij hiervan, ik heb God nodig, die gingen dopen. Dus die mensen die wisten, ik heb ongerechtigheid in mijn leven en ik heb Jezus nodig. Het zag vooruit op Jezus. En ik laat mij dopen, een doop van bekering. Ik wil niet langer voor mezelf leven, maar ik wil voor God leven. Maar dan staat er, maar Johannes wilde hem hiervan weerhouden en zei, ik heb het nodig door u gedoopt te worden. Johannes zei dat, hij wilde dat weerhouden, omdat als in Matthäus 3, er staat in vers 11, gaat over de Heer Jezus, Johannes zegt, ik doop u wel met water tot bekering, maar hij die na mij komt, dat is wat hij verkondigt, is sterker dan ik. Ik ben het niet waard hem zijn sandalen na te dragen. Dus de situatie is dit. Johannes die zegt, die verkondigt overal het evangelie, en hij predikt de evangelie, van bekeer je, want de Messias komt. Ja? Bekeer je. En dan zegt hij zegt hier letterlijk, hij die na mij komt is sterker dan ik. Hij wijst op Jezus, hij weet wie Jezus is. Ik ben het niet waard hem zijn sandalen na te dragen. Hier zien we dat Johannes beseft wie Jezus is. Dat hij oneindig groot is. Dat hij heilig, heilig, heilig is. Dat hij vol van heerlijkheid is. En Johannes weet, als ik maar iets bij die Jezus in de buurt kom, en die heerlijkheid van Jezus gaat schitteren, dan blijft er van mij niets over. Dat wist hij. En dat is wat hij hier zegt. Ik ben het niet waard hem zijn sandalen na te dragen. En dan komt Jezus en die zegt, hier ben ik Johannes en jij moet mij dopen. Nou snap je wat hier gebeurt. Ik snap dat Johannes echt denkt van, joh heer, de situatie ligt precies andersom. U moet mij dopen. Ik snap Johannes hier volledig. Maar weet je wat hier gebeurt? Hier gebeurt iets machtig moois. Johannes roept de mensen op tot bekering en geloof. En de mensen die komen, die weten, ik heb Jezus nodig. Zij weten, ik ben een zondaar. Ik red het niet als ik alleen voor God kom te staan. En de mensen kwamen dus in hun ongerechtigheid. Zij wisten, ik kom in mijn ongerechtigheid. Er staat hier, lees dat opnieuw, vanaf vers 14. Maar Johannes wilde hem hiervan weerhouden en zei, ik heb het nodig door u gedoopt te worden. En komt u naar mij? Maar Jezus antwoordde hem en zei, laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het hem toe. Op deze manier past het ons alle gerechtigheid te vervullen. De Heer Jezus, hoe goed en genadig is hij, heeft alles zijn heerlijkheid in de hemel afgelegd. Hij is naar deze aarde gekomen als een kind. Hij is mens geworden, hij is opgegroeid. Dus die heerlijkheid, die grote God, die geweldige Jezus, alles afgelegd en is één geworden met ons als een mens, of niet? Hij is als één als mens gekomen. En op die manier komt hij hier ook bij die doop van Johannes. En hij zegt, ik weet van jouw ongerechtigheid. Maar ik heb alleen maar gerechtigheid, ik heb nog nooit gezondigd. En ook in dit verhaal wil ik mij één met jou maken, met jullie maken. Dus de Heer Jezus ook hier, landt hij zichzelf af naar het niveau van een mens zoals jij en ik zijn. Alleen zonder zonde. En hij zegt, het betaamt ons om de gerechtigheid erin te gaan brengen. Dat is letterlijk wat hier staat. En dan staat er, ik lees het opnieuw die tekst.
Maar Jezus antwoordde hem en zei, laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het toe. Dus toen Jezus zich liet dopen, maakte hij zich in die doop volledig één met iedereen die belijdt, ik ben zondaar. Wat een geweldige boodschap, hè? Wat een geweldige boodschap. Hij belijdt hier, ik maak mij één. Ik breng mijn gerechtigheid erin. En dan gaat alle ongerechtigheid weg. En ik maak mij één met iedereen die belijdt dat hij zondaar is. Als jij hier bent en je weet, ik heb zonden in mijn leven. En ik kan voor die God niet verschijnen. Dan is hier de blijde boodschap. Want hij heeft zich daar laten dopen. Zelfs in de doop heeft hij zich één met ons gemaakt. Daarom roept hij ook op, laat je dopen. Die doop is geen grap. Die doop is geen grap. Het zijn zijn open armen. Het gaat zo enorm veel verder. Daarom is er ook zoveel strijd over de doop. Omdat boze machten en krachten niet willen dat je op dit punt komt. 2 Korinthe 5, vers 17. Op een ander punt in de Bijbel staat, dat als wij tot geloof komen in Jezus, dan bekleden wij ons met het kleed van de gerechtigheid. Kleed van de gerechtigheid. Opnieuw. Er staat in de Bijbel, als wij tot geloof komen, dan bekleden wij ons met het kleed van de gerechtigheid. Dan bekleden wij ons met Jezus zelf. Als dan God ons ziet, dan ziet hij alleen maar Jezus en mijn hoofd. En dan zegt hij, gerechtvaardig, kom binnen, trouwe dienstknecht. Dan heb je alles verknald. Maar dat mag toch iets, hè? Nou, 2 Korinthe 5, een paar versen vanaf vers 14. En daar ga ik een einde aan maken, want het wordt heel veel allemaal. Want de liefde van Christus, vanaf vers 14. 2 Korinthe 5, vanaf vers 14. Paulus is hier bij de Korintiërs en die legt hun iets uit. Want de liefde van Christus dringt ons, die tot dit oordeel gekomen zijn, als één voor allen gestorven is, dan zijn zij allen gestorven. En hij, hoofdletter H, dat is de Heer Jezus, is voor allen gestorven. Opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Hier zegt Paulus het volgende. Er was er één. Eigenlijk hebben jullie allemaal de dood verdiend. Allemaal. De straf op onze zonde is de dood. Maar er was er één. Die is gestorven voor ons allemaal. Zodat wij niet hoeven te sterven. Weer die blijde boodschap. Nou, dan staat hier dus. Ik lees het opnieuw. Het is belangrijk om die teksten in ons hart te krijgen, zeg maar. Vanaf vers 15. En hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die gestorven en opgewekt is. Het volgende is gebeurd. Ik denk dat iedereen, ik mag er een beetje van uitgaan, als iedereen de geschiedenis van Adam en Eva kennen, hè? In het paradijs. Op een gegeven moment viel Eva in zonde, verleidde daar Adam in, die viel ook in zonde. En dan komt aan het einde van de dag, komt God in het paradijs en die zoekt hen. Zegt, Adam, Eva, waar ben je? Waar ben je? En ze hebben zich verstopt. En ze hebben zich bekleed met vijgenbladeren. Maar ze zijn erachter gekomen, ik ben naakt. Er is dus een moment geweest, nadat ze gezondigd zijn, dat ze erachter kwamen, ik ben naakt. God komt zo, ik ben naakt. Ze hadden er nog nooit over nagedacht, maar na een zondiging, ik ben naakt. En dan komt God daar, en dan zegt, en dan vindt God ze, heeft hij ze geroepen. En wat gaat God dan doen? Dan stuurt God ze uit het paradijs, of niet? Dan moeten ze eruit. En wat doet hij? Dan bekleedt hij ze met vellen huiden van een dier, of niet? Dit is een verhaal. Als wij zondaar zijn, zoals hun zondaar waren, Adam en Eva zonder zijn geval, God wist al lang, nou heb je een probleem voor de eeuwigheid met mij. En daarom heeft God een lam gepakt, of wat het ook was, er staat niet bij wat voor dier het was, hij heeft een dier genomen en die heeft hij geslacht. En die haalt hij de vellen vanaf en dan bekleedt hij hun mee, Adam en Eva. Dus hun naaktheid en hun zonde, hun shit zijn niet meer te zien, die zijn weg. Die zijn bekleed door dat wat over hen heen is gehangen. En daarom kunnen ze voor God verschijnen. Nou, wat de Heer Jezus heeft gedaan, dat was helemaal niks anders. God
liet zelf zijn zoon Jezus uit de hemel, alles afgelegd hebben net gehad, hier als een baby, kindje geboren worden op aarde. Hij liet hem groot worden, volwassen worden. Hij heeft hem laten dopen. Jezus maakte de keuze om één te worden met ons in onze ongerechtigheid, in die doop ook al. Toen hij gedoopt werd, toen begon zijn bediening. Dat is ook normaal bijbels. Als wij tot geloof komen, laten we ons dopen en beginnen onze bediening in het koninkrijk. Dan komt die dag dat de Heer Jezus gevangen wordt genomen, dat hij gegijzeld wordt, dat hij geslagen wordt, van alles en nog wat. En dan slaan ze maar het kruis op Golgotha. En wat gebeurt er nou in die 3 uur duisternis op Golgotha? Op dat moment komt de toorn van God over de zonde van jou en van mij, over de Heer Jezus heen. Als één voor allen gestorven is, zijn ze allen gestorven. Dan legt hij de straf, het oordeel. Hij oordeelt de zonde van jou en mijn leven op de Heer Jezus. In die 3 uur duisternis aan het kruis. De Heer Jezus die hangt daar. En God de Vader oordeelt jou en mijn zonden op zijn zoon de Heer Jezus. Hij legt alle zonden erop. En op een gegeven moment roept de Heer Jezus van mijn God, waarom verlaat gij mij? Het is zo ver geweest, het is zo diep geweest, maar het moest, het kon niet anders om onze zonden recht te maken. En de Heer Jezus, alle zonden van jou en mij werden op hem gelegd. En God heeft ze geoordeeld op die dag aan het kruis 2000 jaar geleden. Dus de zonden van jou en mijn leven, die zijn geoordeeld. En dan zegt de Bijbel, van iedereen die wil, die komt en die neemt het voor niks. De prijs van de zonde van jouw leven, misschien hoor je vandaag voor het eerst, die zijn al betaald 2000 jaar geleden. En de Heer Jezus die zegt, kom, ontvang mij, de prijs is al betaald. Nou, dan gaat het verder. Dan lees ik vers 17, dan staat er. Maar op het moment dus dat wij hem ontvangen in ons leven, dan zegt de Bijbel, wat hier staat. Daarom, als iemand in Christus is, dus als wij tot geloof komen, aanvaarding Jezus, dan ontvangen wij de Heilige Geest, die komt in ons wonen. Die maakt onze geest met hem levend. En van daaruit zullen wij leven, zegt de Bijbel. En de Bijbel zegt, dan is ons oude leven is voorbij gegaan. En we gaan opstaan in een nieuw leven. En er staat, daarom, als iemand in Christus is, dan is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus. En ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. Wat een machtige evangelie, hè? Wat een machtige Heer, hè? Al onze zonden zijn geoordeeld op hem aan het kruis. En wat staat hier? Op het moment dat we hem aanvaarden, ontvangen we hem in ons leven en ik word in hem geplaatst. En op het moment dat ik in hem word geplaatst, dan ben ik wedergeboren, zegt de Bijbel. Dan ben ik een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Dat is niet meer. En dan zegt de Bijbel, bekeer je, geloof het evangelie en laat je dopen. Want die doop is niks anders dan een beeld van ik ga onder in het watergraf. Mijn oude ik leg ik af. Dat is dood voor God. En ik ga opstaan in een nieuwe leven. Ik ben een nieuwe schepping geworden. Dus die doop die is heel helder. Kun je een kindje dopen? Als je bijbels gezien bekijkt, dat kan niet. Dat kan niet. Want die kan niet de keus maken. Ik leg mijn leven af. Heer, ontvang. Ik wil u ontvangen in mijn leven. Ik leg mijn oude leven af. Ik ben een nieuwe mens gewoon. Dat kan niet. Dat kan gewoon niet. Dat kan pas wanneer je zelf op dat punt bent. Wanneer je die keuze hebt gemaakt. Ik ga er nou niet verder op in, want dat wordt veel te lang. Wat die doop verder inhoudt. Maar in de geestelijke wereld even wat gezegd. Op het moment dat wij ons laten dopen, dan bekleden wij ons met het kleed van de gerechtigheid, waar de Heer Jezus het over heeft. Dan bekleed je met het kleed van de gerechtigheid. En ik weet, er komen allemaal mensen die zeggen van, toen de Heer Jezus aan de kruis hing, die moordenaar aan de kruis naast hem, de Heer Jezus zegt tegen hem toen hij zich bekeerd had, Heer, zult gij met mij in het paradijs zijn. Tuurlijk was hij gered. Als jij je hart aan Jezus hebt gegeven, ben jij gered. Maar als je kijkt wat de Heer Jezus deed, dat het voor hem geen moeite was om af te dalen uit de hemel, om zich één te maken met een mens zoals jou en mij. Om zich één te maken in de zonde door ze te laten dopen, zeg maar. Wat kan er dan zijn wat jou tegenhoudt om je eenvoudig te laten dopen? Als de Heer Jezus zegt,
Geloof het evangelie, bekeer je, geloof het evangelie en laat je dopen. De Heer Jezus liet zich dopen. Meteen toen hij zich liet dopen, kwam na de tijd de boze die verzocht hem. Hij werd in de woestijn gedaan, maar toen begon zijn bediening. Ik geloof dat de normale gang van zaken is. Als wij ons bekleden met het kleed van de gerechtigheid in de doop, dan ziet de Heer, en niet alleen de Heer, maar alle machten en krachten in de lucht. Jij kan wel zeggen, ik heb me laten dopen. In de geestelijke wereld weten ze hoe het echt zit. Daar weten zij, als je ondergedompeld bent, op bent gestaan in nieuw leven, dan ben je gedoopt. En het is een belangrijk iets. Ik wil je aanmoedigen, ten eerste, als je deze Jezus nog niet kent, als je nog niet weet, ik heb hem ontvangen in mijn hart, ga daar niet weg, nodig hem zo dadelijk onder gebed uit in je hart te komen. Ik vind het alleen lastig of wat anders, je kunt ons de hele week bellen, mailen, appen, wat je maar wil. Je kan hier naar de dienst komen. Dat is het allerbelangrijkste. Dat is het allerbelangrijkste. Heb je vragen over die doop, dan wil ik je ook toe aanmoedigen. Praat met de Heer. De Heer laat het je zien. Heb je andere vragen, kom ook gewoon bij ons. Maar kom ook gewoon bij de mensen in de gemeente. Er zijn genoeg mensen in de gemeente, die kunnen je alles over vertellen. Maar ga niet zomaar naar huis. Het is geen grapje, het gaat veel verder. Er zal een verblinding van ons afvallen, zegt de Bijbel duidelijk. Maar ik stop nu, anders wordt een volgende Bijbelstudie. Aanvaard de Heer Jezus. Laat je niet verloren gaan. Wij weten niet of we straks thuis komen. Wel of niet. En dan gaat het erom, dat je weet dat je er bent. Ik ga ervoor bidden. Vader in de hemel, Vader zo, aan het einde van deze boodschap, Heer. Ja, Heer, wil ik u eerst de eer en de glorie brengen, Heer Jezus. Want u bent mens geworden. U bent, in de doop hebt u zichzelf nog weer één met ons gemaakt, Heer Jezus. En u hebt de prijs voor ons leven betaald, Heer Jezus. Dan bent u waardig, Heer Jezus, om alle eer en alle aanbidding te ontvangen. En Heer Jezus, we prijzen u, Heer, dat u bent opgestaan en dat uw Vader zei, waardig is het lam, Heer. U bent waardig, u bent de enige die werkelijk waardig is, Heer. En Heer Jezus, we willen bidden, Heer Jezus, heel eenvoudig, Heer. Dat u ons beschermt onder uw bloed, Heer Jezus. Dat er niks komt van de boze die vandaag alles weer wegrooft in ons denken of in onze gedachten. Of Heer, of foute discussies of andere verwarring brengt, Heer. We willen bidden, Heer, dat u de naprediker bent. Dat u zult naspreken in ons hoofd, in ons hart, in ons denken, Heer Jezus. En dat u ons laat zien dat het niet zomaar iets is, Heer. En dat het u alles gekost heeft. En dat u de vraag stelt aan ons, ja, mag het jou ook wat kosten? En Heer Jezus, ik wil ook vooral de mensen die hier zijn, die hun hart nog niet aan u gegeven hebben, of daar misschien over worstelen of twijfel over hebben, Heer. Dat u met hen spreekt, Heer. Dat u in hun hart komt, ja, Heer. En dat zij gaan zien uw heerlijkheid, uw leven, Heer. Dat u alles gedaan hebt voor een mens zoals ons, Heer Jezus. Vader, ik wil bidden dat in ieder van ons het bloed waarmee u ons betaald hebt, op de juiste waarde schat, Heer. Door het eenvoudig te ontvangen in ons leven, Heer Jezus. Vader, wil ik ook bidden voor alle dingen die vandaag gezegd zijn. Voor de liederen die gezongen zijn. Misschien heeft ons iets aangeraakt, misschien ook niks. Heer, u weet hoe we hier zijn gekomen. Misschien is de depressie in ons hoofd, Heer. Dan wil ik bidden. En Satan bestraffen, weg met die depressie. Je hebt geen recht op mensen. Je hebt geen recht op mensen. Je hebt geen enkel recht. Helemaal niks. Je moet mensen loslaten. En als hier mensen zijn die wat last hebben, Heer, van zich te focussen op u. Dan wil ik iedere macht en kracht, wie hem dat overplaagt, die bind ik nu in de naam van Jezus. En die breng ik onder het beheer van de voeten van koning Jezus. En Heer Jezus, ik wil dat u uw geest hier in ons midden uitstort, Heer Jezus. Heer Jezus, u zegt ook in uw woord dat u dat wilt, Heer Jezus. En wij willen het ook en daarom spreken we het uit. En Heer, ik wil bidden dat u ons vervult en ieder van ons met de geest van wijsheid, Heer. Om wijs met dingen om te gaan. En dat we ook geen mensen zijn die discussiepunten willen winnen, Heer. Maar dat we mensen voor u, dat we zielen willen winnen voor u, Heer Jezus, voor u alleen. En Heer, ik wil bidden voor een geest van kracht om staande te blijven in deze moeilijke tijden. Heer Jezus, ik wil ook bidden voor onze kinderen en onze jongeren. Moeilijke tijden, Heer Jezus. Het is moeilijk, het is niet makkelijk, maar houd ze vast, Heer Jezus. En vaders, wil ik ook bidden voor het werk van Gijs en Melissa, Heer. Ik wil het voor uw troon brengen. En Heer Jezus, dat iedere pamper een geredde ziel zal brengen, Heer Jezus. Want daar gaat het om. Heer, dat u dwars door alles zal spreken, Heer Jezus. U heeft vanmorgen door deze twee mensen gesproken, Heer. En ik wil bidden, Heer, en over een uitspreking, Johannes 7, vers 37, 38, 39. Dat, Heer Jezus, waar uw woord open gaat, Heer Jezus. En mensen vol van u zijn, dat stromen van levend water uit hun binnenste zullen komen, Heer. Heer, ik bid daarvoor in ieder van ons, dat stromen van levend water uit ons binnenste zullen komen, Heer.
En desnoods zonde worden, misschien wel door onze daden, hoe we doen, Heer. Heer Jezus, u bent een God van liefde en van gerechtigheid, hebben we vanmorgen gehoord, Heer. Heer, dat u komt met uw liefde en uw gerechtigheid, Heer. Hier in dit dorp, ook in de Twenterand, Heer Jezus, dat vele gered zullen worden, Heer. Dat we als kerken één zullen zijn, Heer, waar allemaal uw naam wordt groot gemaakt, Heer. Waar we elkaar in ere houden en boven alles de naam van u de eer brengen, Heer Jezus. Vader, er zijn veel jongeren in dit gebied. Er zijn veel verslaafden in dit gebied. Op allerlei vlakken, Heer Jezus. We brengen ze voor uw troon. En Heer, we willen dit gebied claimen voor u, Koning Jezus, Heer. Dat alles in het licht van u gaat staan, Heer Jezus. En dat de duisternis hier verdwijnt. En Vader, zo willen wij, Heer, dat u met uw geest komt in ons en brandend maakt voor u, Heer Jezus. Dat u ons passie geeft voor u, Koning Jezus, alleen, Heer. En een brandend hart voor u, Jezus. En dat we niet mekkeren en niet zeuren, Heer, maar dat we gewoon zeggen, Heer, wat moet ik doen? Spreek met ons, Heer, zodat wij zullen gaan wat u maar wilt, Heer. En dat we werken zullen doen die eeuwigheidswaarde hebben en die niet alleen over vandaag gaan, Heer. Maar werkelijk eeuwigheidswaarde. Vader, bescherm ook zo Gijs en Melissa. Bescherm in ieder van ons, Heer Jezus, bij dit gevaarlijke werk wat ze doen. Dat ze zich uitstrekken in uw koninkrijk, weten we altijd dat de tegenstander gaat staan. Heer, wil in iedere pijl die de tegenstander afvuurt, afschiet, wat dan ook, vernietigen voordat hij bij de buurt komt. We willen alles vrijzetten, Heer. We willen bidden voor massa's engelen, Heer, uit de hoge die ons en hun zal beschermen, Heer. Doe uw werk dwars door hen heen, dwars door een ieder van ons heen. En verheerlijk uzelf, Koning Jezus, door een ieder van ons, in Jezus' naam. Amen.